Nicolaas op feestelijke wijze ingehaald. De goedheiligman kwam getrouw aan de traditie per boot. En hij kwam niet alleen, maar werd voorafgegaan door een schuit vol was-echte Zwarte Pieten. Nog zo'n leger Zwarte Pieten stond op de Spanje, waarmee de Sint zelf in de hoofdstad arriveerden. Toen de Sint voet aan wal had gezet, mocht de 8-jarige Ansje van Veen hem bloemen aanbieden. En kon de burgemeester van de Engelse stad Cardiff, die momenteel in ons land verblijft, hem een handje geven. Geduldig wachtte Sints trouwe schimmel tot de goedheiligman hem besteeg. Met jeugdig elan klom de oude heer in het zadel, maar zo lenig als zijn zwarte knechten is hij niet meer. Die trakteerde het publiek, behalve op snoepgoed, ook nog op staaltjes acrobatiek. Het leek wel of de hele bevolking van Amsterdam was uitgelopen om getuige te zijn van de grootste intocht. Men schat dat er ruim 3/4 miljoen mensen langs de route stonden die door de Sint werd afgelegd. Het werd een ware zegetocht. Het verkeer werd voor enkele uren stilgelegd om Sint-Nicolaas met zijn grote staf van medewerkers vrije doorgang te verlenen. De Sint werd evenals andere jaren begeleid door een gemotoriseerde afdeling Zwarte Pieten. Op het Damrak werd Sint-Nicolaas het gebruikelijke glas Spaanse bisschopswijn aangeboden. Een geste die hij steeds zeer weet te waarderen.